maar beginnen. Gisteren zijn we volgens mij geëindigd bij opgave 6. Klopt dat? 5, maar 6 was ook dat je die zelf mocht maken. Ja, ja, ja. Maar volgens mij niet. Gaan we naar theorie. Theorie op bladzijde 10. Ja? Jij hebt je boekje al wel heel snel gekreupeld en... Ja. Ja, dat maakt mij niet uit. Het is niet mijn boek. Dames en heren, theorie staat in rode letters. Let op, een formule is een zin waarin variabelen voorkomen. Nou, hadden we dat gisteren ook al niet gezegd. Ja, hè, verband tussen twee variabelen. Ik vind onze zin mooier. Formules hebben meestal de vorm van een vergelijking. Dus een zin met een is gelijkteken. Nou ja, eigenlijk is het al voor de hand liggend, hè. Een formule met een is gelijkteken en twee of meer variabelen geeft een verband tussen die variabelen weer. Is dat niet? Nee. Nee. De formule 2t plus 40 is 300 geeft informatie over de onbekende t. Deze vergelijking kun je oplossen. Dan komt er een bepaalde waarde van t uit. Nieuw? Nee. De formule x plus 3 tussen haakjes in het kwadraat is x kwadraat plus 6 is plus 9 is een rekenregel. Is dat nieuw? Nee. Nee. Nou, ik had net zo goed niet hoeven vertellen. Toch? Jullie weten dit allemaal al. Wat wel belangrijk is, want er komt nog een stukje bij, en dat gaat over grootheden. Als een formule een verband beschrijft tussen twee variabelen, zoals bijvoorbeeld a is z-kwadraat, staat er zelfs, kun je er een getal of een lekkere zin, kun je er een grafiek bij tekenen. Je maakt dan eerst een tabel en vervolgens zet je de gevonden punten in een assenstelsel. Is ook niet nieuw, maar moet wel even herhalen. Als er staat in een opdracht, teken de grafiek, krijg ik eerst een tabel. Altijd. Je mag zelf kiezen hoeveel getallen erin voorkomen. De een doet van min 3 naar 3, de andere van min 4 naar 4 of van 0 naar 6. Dat maakt me niet uit. Er zijn grafieken die je in één keer mag tekenen zonder een tabel. Wie weet welke? Het is één soort grafiek. Die mag je altijd tekenen zonder tabel. Geen idee? Omdat je zelf gaat. Met een AX of zo, maar ik moet bij je zaaien. Wat voor grafiek is dat? Een lijn. Een lijn. Een rechte lijn mag je altijd zonder een tabel gelijk tekenen. Ja, want jullie zeiden het al, I is A mal X. Dus B, schrijf maar even mee. Ik kan beter een getallenvoorbeeld nemen. 3x min c. I is 3x min 2. Onteken ik deze snel? Je pakt als eerste punt pakje 0 en als tweede punt pakje 1. Dat had ook getal als 3 voor. Ja, je pakt dus het snijpend met de? Met de eijas. Met de eijas. Snijpend met de eijas. Snijpen met ajas. En dat is 0, min 2. He, 0 invullen schrijf je netjes. En dan die 3. Ja, zeg maar. Dan ga je 1 stap opzij, 3 omhoog. En welke kant opzij? Naar rechts. 1 naar rechts. 3 omhoog. Lijnen mag je tekenen zonder tabel. Ja? Dus niet onnodig een tabelletje maken. Als je dit niet meer weet, niet kan of wat dan ook, maak je wel een tabel, ben je alleen wat langer bezig. Ja? Lijnen. Wat is het hier? Moet je dat daaronder wel bij schrijven? Nee, dat schrijf ik er nu even bij dat je ook weer weet hoe het was. Ja? Je mag hem gewoon tekenen. Je moet natuurlijk wel even zeggen dat de lijn... Nee, ga ik nog niet vertellen. Komt later. Ja? Oké. Dan, in de praktijk beschrijven dit soort formules het verband tussen grootheden. Een grootheid is iets dat gemeten wordt
en grootheden worden voorgesteld door een variabele waarin de letter past bij de gebruikte grootheid. Bij zo'n grootheid hoort weer een afgesproken eenheid waarin hij kan worden gemeten. Meest voorkomende fout, namelijk, zoals de ene gegeven is in centimeters, ja, en de andere in meters, en dan aan elkaar gelijk stellen. Hebben we hem? Ja? Ik heb wel eens een vraag gehad, volgens mij HAVO 4 of week, ik weet niet meer. En dat ging over een zwangerschap, en dat was in weken gegeven, maar één gegeven was in dagen. En toen kwam er dus uit dat iemand 24 maanden zwanger was. We weten allemaal dat dat niet zo is bij mensen. Oké, olifantendracht, hè? Dat goed is niet. Nee, dus dan moet je bij jezelf ook even een belletje gaan laten rinkelen. Kan dit wel? Is dit wel een goed antwoord? Dat is hetzelfde als dat er wel eens dan van kilometer per uur naar meter per seconde. Dan denk je meter per seconde, oh, nou als ik dat fiets, oké. En dan komt er opeens uit dat je met de fiets 50 kilometer per uur gaat. Even nadenken. Ik weet niet, ik fiets niet zo hard hoor als een auto die mij voorbij komt. Ja, zulke soort dingen. Dus hou erg in de grootheden. Ja, dat het klopt. Dat het niet raar is wat je doet. Hadden jullie vorig jaar niet de vraag met een trein die de berg op reed met 1 kilometer per uur? Ja, zoiets. Toch? Was toch een toets? Niemand opgevallen? Toch? Jij knikte ja? Ja, dat de vraag was een beetje anders. Nee, maar dat kwam omdat de trein 1 kilometer of zo per uur de berg op ging. Een trein, 1 kilometer per uur. Als je loopt, hè, dan loop je al 5 kilometer per uur. Dus jij, de trein die gaat, weet je, die haalt je niet eens in. Denk na over de grootheden. Want soms is het een beetje stom, zeg maar. Nou, voorbeeld 1. Nee, voorbeeld 1 ga ik helemaal niet doen, want dan laten ze zien hoe ze een tabel maken. Jullie hebben al 3 jaar wiskunde gehad. Volgens mij zijn jullie brugklas al begonnen met het maken van een tabel. Toch? Ja, hè? Volgende bladzijde. Opgave 7. Ja. Oh ja, die formule die heb ik nodig. Schrijf mee graag. Opgave 7. Deze formule is gegeven. Lengte, oppervlakte is lengte maal breedte. Ik heb hem afgekort. Wij wiskundigen houden van afkortingen. Kan het zien? Ja? Opgave A. Stel dat er gegeven is, lengte is 6 meter. Vul dit in de formule in. Geef de formule die hier ontstaat. Is dat niet gewoon? Ja, is dat niet gewoon? Ja, OPP is 6 keer meter. Is dat serieus? Ja, serieus. Opgave B. Stel dat gegeven is, de oppervlakte is 12 vierkante meter. Is 12. Hè? Zeg maar. Is 12. Is 12, hè? 12. Vraag aan, wat is B? 18. Nee, ik kan nog niks uitrekenen. Ik heb maar 1 gegeven. Wat? Van een rechthoek. Dit vind ik dan wel weer een belangrijke. Daarom doe ik ze natuurlijk, want CMD vind ik belangrijk. Van een rechthoek is bekend dat het een vierkant is. Van een rechthoek is bekend dat het een vierkant is. Dus dat is geen zin, hè? Vierkant is een rechthoek. Ja, maar andersom niet, hè? Nee. Geef de formule die hierbij ontstaat. Ja, kom maar. L is B. Ja, L is B. Dus, oppervlakte is... 2 keer L, B. Suzanne? Ja, dan kan je toch wel L kwadraat of B kwadraat. Zoals hij het zegt is het B kwadraat. Ja, want hij zei L is B. Want dan komt er B keer B te gaan. Maar je had ook kunnen zeggen... oppervlakte is lengte kwadraat. Ja. Hoor je het verschil? Want jij zei 2 keer B, L is anders, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Maar dan nu. Zijn er 3 grafieken gegeven? En welke formule hoort bij welke grafiek? Ik heb hier 3 formules. En welke hoort bij welke? Ja,
Nou, de eerste loopt naar beneden, neemt af. De tweede is een rechte lijn. En de derde, die stijgt. He, dat zien we. Nou, ik vind altijd de lijn het makkelijkste. Mag ik dat zeggen? Ja, die halen we er altijd meestal het makkelijkste uit. Bij welke hoort er een rechte lijn? Bij opgave A, B of C? Bij? C. Bij C. Met een kwadraatje in rechte lijn? Bij A. Die hè? A is A mol X en punt B. Oké, dus dit is de rechte lijn. En zelfs de oorsprong. Heb ik er twee? Nog twee over. Ze lijken op elkaar, alleen de ene is stijgend en de andere is dalend. Hé, een kwadraatje, dat weet ik ook. Wat is dat altijd voor de grafiek? Een parabool. Wat is een parabool? Grafiek 1 of 3? 3. Ziet iedereen dat al 3 is? Het is maar de helft, hè? Oké. Okay. Die zag er zo uit. Nou, dan blijft deze over. Ik zit naast mijn eigen dingen te schrijven, dat is heel vervelend. Hoe heet die hier, Lili? Hoe heet die? Oeh, wat was dat ook weer? Wat voor naam had ik? Krommen. Dat zijn allemaal krommen, behalve de rechte lijn dan. Jullie hebben hem anders gezien hoor. Jullie hebben hem in deze gezien. Ja. Hoe heette die? Ik zit naast mijn eigen dingen te schrijven, heel vervelend. Een hyperbol. Een hyperbol. Ja. Een hyperbol. Ja? Kan iemand hier een voorbeeld meenemen en dan niet de voorbeeld van het boek met de oppervlakte? Wat hoort hierbij? Je mag gewoon in Hollandse woorden. Je mag alleen deze kant pakken hoor. Je hoeft niet negatief ook. Want dan hebben we het lastig. Een voorbeeld van een hyperbol met Hollandse woorden. Ja, ik heb altijd één steengoed voorbeeld, vind ik zelf. Maar ik zou zo graag willen dat jullie een voorbeeld kunnen noemen. Ik ben jarig. Wie vandaag is? Ik ben jarig. En ik heb een taart. En er komt helemaal niemand op visite. Heel zielig. Echt. En die taart die kan dus lekker in mijn eentje opeten. Wordt wel misselijk van mijn jij. Toch? Heb ik toch pech? Kom mijn moeder langs. Ah, moet ik de taart delen? Ik heb nog maar de helft van mijn taart. Eerst zat ik hier, de grote taart. Twee personen, ik zit nog maar op de helft. Ja zeg, die komt er nog binnen langs. Die zullen we eens noemen. Kian. Ja, komt er langs. Nog maar een derde deel van mijn taart heb ik. Mijn stukje wordt steeds kleiner. Toch? Oh. En toen kwam er een nieuwe taart. Nee, jij wilt graag. Wat is de... ik hoor het niet. Dus die grafiek bij voorbeeld 1 is een hyperbol. Bij? Voorbeeld 1? Ja. Even kijken, wat staat er? Wat is de formule? Lengte keer breedte is 30. Ja, dat is ook een hyperbol. Maar als ik wel een negatief speelt, voor negatieve getallen. Ja, en dat is theoretisch. Omdat er negatieve getallen bestaan. Maar een negatieve taart, die hebben we niet. Ja, als het onder bij de taart pakken. Nou, dat is vervelend, hè? Dus het is in theorie wel. Dames en heren. In theorie bestaat het wel. Maar nu voor ons in de praktijk nog even niet. Ja? We gaan verder. Opgave 8. Nee, die gaan jullie nou even zelf maken. Opgave 8. Maak die eens eventjes.